De gedragingen van de man waren vooral gericht op het betasten van de billen. En gaat het dan om volwassenen of om kinderen waarbij die dat gedaan heeft? Het gaat in dit geval om in totaal een zevental slachtoffers, waarvan er zes minderjarigen zijn, tieners en één volwassen vrouw. En hebben al deze mensen aangifte gedaan? Ja, er zijn op dit moment zeven aangiftes binnen. Verwachten jullie nog meer aangifte? Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat er nog meer slachtoffers zouden zijn. En daar is het bij gebleven, bij het betasten van de billen van deze mensen? Ja, vooralsnog uh, doet het zich aanzien dat, er inderdaad dat het gebleven is bij het betasten van de billen. Ja, uh, ik neem aan dat één dat van deze mensen of meerdere daar melding van gemaakt heeft in het zwembad. En hoe toen verder? Ja, zo is het inderdaad gegaan. Het BART-personeel van uh, het Hofbad kreeg een melding uh, dat er mensen werden betast. Uh, die hebben direct op aanwijzen uh, de man uit het water gehaald en apart gezet. Uh, vervolgens hebben ze hem vastgehouden totdat de politie kwam. Die hebben hem aangehouden en sindsdien zit hij vast. Uh, die meneer is uh, 90 dagen gehouden. Dat is vrij veel. Ja, het is niet ongebruikelijk in dit soort zaken dat iemand 90 dagen uh, wordt vastgehouden. Uh, in deze zaak is ook nog aan de orde dat het gaat om een uh, man zonder vaste verblijfplaats. En daarnaast uh, zal de onderzoek worden verricht naar zijn geestelijke gesteldheid. En dat rechtvaardigt onder andere die 90 dagen. Hebben jullie dan aanwijzingen dat hij um, uh, verstandelijk beperkt is bijvoorbeeld? Dat u zegt uh, onderzoek naar zijn geestelijke gesteldheid? Nou, dat zal onder andere worden onderzocht. Dus is het een normale procedure dat, dat zo'n onderzoek plaatsvindt? Er kunnen in de persoon uh, van een verdachte, als die aangehouden is, daar kan aanleiding worden gevonden om te zeggen: Nou, we willen eigenlijk meer weten over, over deze man. Uh, en dat is hier ook het geval. Dus jullie twijfelen of die uh, voldoende toerekeningsvatbaar is? Nou, dat is niet de, de reden waarom een onderzoek wordt gedaan. De reden is dat je gewoon eigenlijk wil weten wie is iemand, wat is zijn achtergrond, wat, wat gaat er allemaal om in deze man. En dat kunnen allemaal aspecten zijn die uiteindelijk relevant zijn voor de beoordeling van de zaak. Natuurlijk zou een van de conclusies kunnen zijn dat hij verminderd toerekenbaar is, maar dat is niet de reden alleen om zo'n onderzoek aan te vragen. Dat is niet standaard dat jullie dat doen bij, uh, bij iemand die, dit, uh, die hiervan verdacht wordt. Het is niet standaard dat er een rapportage wordt aangevraagd. En dat is de belangrijkste reden dat hij nu 90 dagen vast wordt gehouden? Onder andere, want een rapportage opstellen, dat vergt gewoon uh, tijd. En daarnaast, zoals ik al eerder zei, hij heeft ook geen vaste verblijfplaats. En dat is ook een reden om iemand dan vast te houden. Al gaan er verhalen dat hij uh, statushouder is en achter het Hofpad woont. Uh, mensen waar veel uh, uh, gedoe over is geweest, kunt u dat bevestigen dat hij dat is? Nou, wij doen geen uitspraken uh, of hij statushouder is. Uh, en zoals ik net al zei, hij heeft uh, geen vaste verblijfplaats. Zijn er uh, camerabeelden gemaakt van de, uh, de aanranding op 18 maart? Er hangen in het zwembad camera's, maar die hebben geen bruikbare beelden opgeleverd. Uh, gelukkig hebben we zeven ze duidelijke aangiftes. Uh, waarom niet bruikbaar? Uh, de beelden zijn allereerst uh, niet van een hele goede kwaliteit. En daarnaast uh, zijn ook de handelingen er niet op te zien. Omdat dat onder water is gebeurd of, of buiten het zicht van de camera's? Buiten het zicht van de camera's is dat gebeurd.